Rust en stilte op de gangen van het Tweestedenziekenhuis in Tilburg. Voor middernacht was er zelfs nog even tijd voor een cadeautje dat verpleegster Linda Knoop meekreeg van haar vriend. Dat stond net in mijn auto voordat ik ging werken. Daar had mijn vriend in de auto gezet omdat we samen geen oud en nieuw kunnen vieren. En ik ben ook benieuwd wat erin zit. Veel tijd was er niet voor het pakje. Kort na middernacht kwamen de eerste vuurwerkslachtoffers snel binnen. Ik stak gewoon de vuurpijl af en die ging de lucht in, ging gewoon af. Op het moment dat ik naar mijn spulletje weer terugloop, komt hij terug vanuit de lucht op mijn hoofd. Dus ja. Ik ga vuurwerk met twee lontjes. En ik denk, ik doe eerst het rechtse lontje aan. En dan doe ik gauw het linkse lontje. En mee. Bam! We hebben één iemand met een oogletsel. We hebben deze meneer met een brandwond aan zijn wang. We hebben eentje een jongen met een hoofdwond met een vuurpijl. We hebben een meneer met een aangezichtsverbranding. Dus in het gezicht, het gelaat volledig verbrand door het vuurwerk. En we hebben nog een meneer met een vuurwerkverbranding van de hand. Dus die zitten er nu momenteel. Na tweeën werd het wat rustiger op de eerste hulp en was er weer tijd voor het cadeautje. Nou, in het pakket zat lekkere alcoholvrije bubbels waar we om 12 uur nog net hebben kunnen toasten met collega's. En verder zit er nog wat siervuurwerk in wat we nog niet hebben kunnen gebruiken. Harry en zijn vrouw mochten na behandeling weer naar huis. In het Tweestedenziekenhuis moesten vannacht twee mensen blijven. Eén man met ernstige brandwonden in het gezicht en een jongen van 15 met ernstig oogletsel.